gaat PEC, de concurrent in de titelstrijd, pijn doen. 6 punten is de voorsprong van Twente. Belova. Ja, dat is wel heel makkelijk op die manier als Tromp daar gewoon helemaal vogeltje vrij staat in het 5-meter gebied van Pondus. En Ajax dus op 1-0 komt. Ja, uit de rug weggelopen door Belova. Die goed afwacht en uiteindelijk loopt Tromp daar natuurlijk vogeltje vrij. Nasset gezien in de rug. Dan kan je niet anders dan een doelpunt maken. Daar is weer de Belova. En gaat ze het nu ook zelf afproberen te maken? Ja, dat probeert ze, maar Pondus is een staande weg, of beter gezegd een liggende weg. De Sanders. Chastity Grant. Dat is binnenglijden voor Leuchter, zou je zeggen. Maar niet nu. Goed blok van de Sanders. Van Olst is gezien. De Sanders geeft voor en daar is de tweede. En deze wordt gemaakt door Chastity Grant. Ja, uiteindelijk door de Sanders goed weer heroverd. Goed, en de voorzet is dan echt goed. Grant kan intikken. Opening Belova op Grant. Spitsen in één keer. En dat scheelt niet zoveel. Ja, Grant legt hem lekker neer. En die kan ze vol met heel veel effect. Die bal schiet hem maar niet zo hoog. Hoekschop kort genomen, maar dan wordt hij toch nog ingebracht. En is daar Pondus even helemaal aan het misgrijpen. Ja, daar deed Pondus eigenlijk te weinig. En dan ligt hij er bijna in. Noordman met een uitstekende bal op Hoeska van Olst. Maatman voor de goal, maar die is moeilijk te vinden, zou je zeggen. Maar ze komt toch nog heel dichtbij, raakt zelf de bal als laatst voorgedrongen bij de Sanders. Eerste kans van deze tweede helft. Grant, Noordam. En die valt zomaar binnen. Niemand die daar wat aan doet. Niemand die hem ook verder aanraakt namens Ajax. Maar PEC grijpt ook niet meer in. En dus staat het na 8 minuten in de tweede helft 3-0 voor Ajax. Verre hoek zoeken is dan vaak wel het beste dat je kunt proberen bij zo'n bal die je in één keer moet schieten. Belova. Hoek is weer klein. Dan maar voorgeven. En dan is daar weer een treffer voor Noordam. De tweede binnen 5 minuten voor de middenveldster. En dan kan ze die 7 toch nog gaan afvallen als ze zo doorgaat. Want nu gaat ze van 4 naar 5. Tromp. Leuchter. Haar hebben we nog niet op het scorebord. Maar nu wel. 5-0. Nummer 23 voor Leuchter. Deze gaat ook alweer bijna in. Zo is het bij PEC echt alle zeilen bijzetten. Maar op dit moment lukt het ook allemaal niet meer. Deze bal gaat maar net naast. Dat loopt goed af. Hier, geen doelpunt voor de Sanders. Darnout, ingeleverd bij Belova. Paasje van Belova op Hoekstra. En daar is de 6-0. Goed overzicht. Fijne afronding. Pondus laat daar de bal los. Bijna dus nog de 7-0. Of Tromp moet het nog even binnen rossen, zeg! Oh. Wat een lekker schot, zeg. Heerlijk schot. Precies in het puntje. 7-0. Dat zijn klinkende cijfers. En dan te bedenken dat het bij rust nog maar 2-0 was in de tweede helft.
was het krachtsverschil nog groter, nog duidelijker en kon Peck geen echte vuist maken.